Dit moment is best belangrijk voor mij. Ik heb me opgegeven om veel te gaan leren en lekker uit mijn schulp te komen. En als solist hopelijk een carrière te maken. Dit is wat je te wachten staat. Marco Borsato, Traantje Oosterhuis, Nick en Simon en Van Velzen. Eén van die stoelen is genoeg. Gek genoeg voel ik me nu nog best rustig. Normaal voor een auditie ben ik heel erg zenuwachtig. Maar ik voel wel zenuwen, maar de gezonde zenuwen. This is the moment of truth. Mijn naam is Veloraisa. Je hebt geen artiestennaam nodig sowieso. Wat? Ja, hier hadden we gezegd. Op zulke momenten ben ik zo blij dat ik in deze stoel zit. Ik hoor heel veel soul en heel veel timing in je stem. En het is echt waanzinnig sterk wat je hier hebt laten horen. En wat zou het nou leuk zijn als je straks voor ons kiest? Nee! Want weet je wat dan gebeurt? Dan zitten op maandag al die mensen op kantoor daarover na te praten. Van, zag je die donkere soulzangeres? Had jij nou verwacht dat die van Nick en Simon zou kiezen? Nou, ik had het echt niet verwacht. En je bent in één klap beroemd in het hele land. Je staat een beetje ongeloofwaardig, maar dit is echt jouw verdienst, hoor. Dit was een fantastische auditie. Mag je wel wat trotser bij staan? Je trok ons door die speakers heen. We moesten gewoon zien wat hier aan de hand was. We hoorden zoveel lol. En toen ik omgedraaid was, bleek ook nog eens dat je echt het helemaal voelde. Je stond met de goede balans tussen concentratie en lol. Stond je daar op het podium, dat liedje te voelen. Je stond met je hand voor je mond te kijken toen het klaar was. Dat je dacht, oké, ze zijn allemaal omgedraaid, ik ben door. Maar je mag wel iets meer zelfvertrouwen hebben. Iets meer uitgaan van je eigen kracht. En dat kan ik je als coach ook meegeven. Ik heb jammer genoeg het grootste gedeelte van je optreden gemist. Maar dat wat ik gezien heb, was wel heel goed en heel overtuigend. Je hebt wel heel weinig gezien, hoor. Maar dat gaat niet om wat ik gemist heb. Het gaat erom wat er nog gaat komen. En ik geloof dat je... dat wat je in je hebt... Dat... Mooi. Goed gepareerd. Ze zit op de continu. Dus ik hoop dat je een verstandige keuze maakt. En ik heb liever dat je met je hart kiest en volle overtuiging, dan dat je dat doet op de basis van het commentaar wat we hier gegeven hebben. Want het mooiste stukje van je carrière moet nog komen. Oké, dankjewel. Oh, dat is zo hoor, hè? Ja. Mooi, hè? Maakt het wel moeilijk voor de naam. Ja. Meisje, zo zie ik het graag, zo hoor ik het graag. Dit is gewoon het niveau. En ja, het was gewoon dik voor elkaar op alle fronten. Je zong zuiver, je zong spot on. Ga maar door, ga maar door. Je deed
je adlibs. En je weet, ik ben kritisch op adlibs. Want als je ze niet goed doet, doe zijn ze dan... Bad lips. Doe ze dan lekker niet. Maar jij deed ze gewoon. Ja, ik kan niet wachten, joh. Kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Ik wil je heel graag in mijn team. Allereerst echt super bedankt. Ik was inderdaad echt geschrokken. Ik had het echt niet zo verwacht. Ik ga, zoals Marco zei, mijn hart volgen. En ik ga voor Treintje. Yes! Yes! Yes!